ijsje eten. Lekker, hè? Het is er weer voor, hè? Ja. Ja. En de fontein die doet het weer, is ook heel gezellig. Hè? Ja, ja. Jullie waren gezellig aan het winkelen en toen kwam je de... Toen kwamen we de ijskommand tegen, hè? Ja, de ijskommand tegen. Ja, hè? Toen dachten we, oh jee. Ja, dat kon je niet zomaar voorbij lopen, hè? Nee, dat dachten we. We maken zijn eigen terrasje hier, hè? Een van de weinige dingen die we nog kunnen kopen, zo, hè? Ja, zonder dat we afspraken moeten zonder maken. Zonder geen afspraken moeten maken, ja, klopt. Het weer kan er net maar door nou, hè? Ja, als het zonnetje er is, is het gewoon heel lekker warm. Ja, ja. Zon wel. En dan zie je ook wel weer wat mensen op de benen, ja, hè? Ja. Net als hier ook. Ja, zeker. Ja. Guus, je kan nat worden, hè? Dat is niet erg. Er moet al te veel binnen zitten, eigenlijk, op thuis blijven, hè? Ja. Ja, daarom, mensen willen eruit, hè, met alle maatregelen. En we snappen het, maar... Ja. Ja. Ja, we snappen het allemaal, maar toch willen we naar buiten. Ja. En toch willen we weg. Ja. August, dat is wel heel spannend, hè? Oei, we gaan eens kijken wat je doet. Ja. Dat is goed kijken. Ja. Al iets gevangen? We zitten er maar net. Ja. Oh ja. Nee, dan kan je nog niks... Nee. Nee, we zijn nou de boot aan het testen, heb je nieuw gekocht. Oh, ik ben een boot aan het testen. Een boot aan het testen. Hey, dat is leuk. Ja, dat is een mooi ding. Hij doet het. Ja. Ja. En dat werkt wel, ja. Ja. Dan doe die klep maar dicht. En ben je niet bang dat hij buiten bereik gaat of zo? Hij kan tot 2 kilometer dus. 2 kilometer? In de kilometer. Ja. Hoe lang kan hij lukken? Kilometer? 400 meter. 400 meter. Zo. Oh. Dus dat haalt hij wel. Ja, makkelijk. Anders gaan we toch zwemmen, gaan we toch halen. Dan ga je hem zo. Ja, dus. Ja. Of met een hengel misschien, dat je hem kunt vangen. Ja, dat kan ook. Dus. Ja. Dus we gaan hem vandaag even testen. Ja. Ja, het gaat vrij goed. Dus. Oh, maar het bijten, daar wil nog niet zo van. Nee, we zitten net 10 minuten te vissen dus. Oh, je bent net hier? Ja, we zitten net hier. Oh, ja. We gaan eigenlijk naar vroeg, maar dan wordt het koud hier denk ik. Ja. 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 Maar waar voor vis zit hier eigenlijk dan? Koud zit karper. Ja, karper. Karper? Brassen. Ja. 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 Oh. Dus. En ik denk vorens ook wel denk ik. Ja. 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 Zo. Ja. Nou ja, nou nog even geduld dan, hè, denk ik. Altijd. Ja. Kom ook voor mijn rust, hè. Ja, het is een het is een afleiding, hè. Het is een... Is ook zo. Ja, ja, klopt. Ja, dat is mooi. Dus. Ja. Ja, en het weer laat het toe, hè, nou. Dus, het wordt iets warmer nou, ja. 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 Het is droog. Ja. Belangrijk. Ja, droog. Ja, zeker. Ja, die zijn niet veel te kort. Dus dat is niet vissen op de boot, maar met de boot. Ja. 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 Dit? Ja. Voer in. Allemaal lekkers, de visjes. Zo gaat. Is Holly erop? Jezus man. En klaar. Zo. Ik heb dit daar. Verder, iets verder. Ja, nou toch. Ja. Nou, via rechts. Knop gedrukt. Ja. Rechts. En nou is het losgelaten. En dan komt de boot weer terug. Ah, ja. En zo zijn ze van de straat af, hè? Ja. Ah, het is een hobby, hè? Een mooi hobby. En hun vindt het mooi. Zo moet je gewoon voetballen en dan Ander die wel vissen. Je moet toch nergens toe nou, je moet hier wel zijn. Ja, ja. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij hebben hier daar een kinderfeestje met lasergamen. Oh. Dat combineren wij met een escape.
Ja. Dus een soort escape room, maar dan sportief. Oh, zo. En met een jachtseizoen. Ook, oh, ja, zo. Alles in één. Ja, ik weet niet wat het allemaal inhoudt, maar het zou best leuk zijn, denk ik. Ja, nou ja, we noemen het ook de Escape Laser Game. Escape Laser Game. Ja. Ja. En ja, ze schieten op elkaar dan? Of we gaan dadelijk twee teams maken en die teams die gaan de vlaggen verstoppen. Oh ja, oh, hier hebben we de vlaggen. Ja, ja, er staan twee kleuren vlaggen. Ja. Aha. En dan communiceren ze naar elkaar met telefoons. En als ze alle vlaggen verstopt hebben, dan moet het andere team de vlaggen gaan zoeken. Aha. En ondertussen kunnen ze dus afgeschoten worden door middel van de laser games. Ja. En als dat gebeurt, dan heeft het ene team de kans om weer een vlag extra te gaan verstoppen voor het andere team. Oh, maar ze zijn niet af, zeg maar. Ze mogen nog wel meedoen. Ze mogen zeker meedoen, natuurlijk. Ja. Dus ja, maar ja, goed, je bent geraakt, dus ja. Ja. Maar je mag daar nog gewoon verder. Ja, ze mogen gewoon verder, maar ze moeten dus wel een extra vlag inleveren die ze al gevonden hebben. Oh ja. En als ze dat, als ze alle vier de vlaggen gevonden hebben, ja, dan maken ze de kleine schatkist open. Aha. Die staat hier aan deze kant. Oh ja, inderdaad. De grote en de kleine schatkist. Ja. Ja. Als één team alle vier de vlaggen heeft gevonden, of de blauwe of de rode, dan wordt de kleine schatkist opengemaakt en daar zit iets in. Ja. En dat moeten ze maken. Oh. En aan de hand daarvan kunnen ze de grote schatkist openen, maar daarvoor krijgen ze wel hulp van het andere team. Oké. En het andere team, dat heeft ook een opdracht. En samen moeten ze dus uiteindelijk die grote schatkist weten te openen. Aha, en wat moeten ze maken dan? Wat zit erin? Dat is iets heel simpels. Dat is beroepsgeheim. Oh, dat is beroepsgeheim. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ah, oh. Dat is niet leuk, ja, dat is jammer. Nu al verklappen. Nee. Full blood resurrection.